Dit jaar ben ik meer de leesduwer, zeg maar. Dus ja, ik promote het wel. En dingen die ik voorbij zie komen in het nieuws, wat weer betrekking heeft op de Piratenpartij, die retweet ik dan. Of daar probeer ik dan wel iets mee te doen. Dave Borghuis uit Enschede staat als leesduwer op plek 23 van de Piratenpartij. De digitale techniek is zijn passie en ook zijn werk. Hij richtte in 2010 hackerspace Tucker Lab op en vervolgens zijn bedrijf Twenspace. Techniek, internet en zeker ook privacy hebben zijn grote interesse en daar besteedt deze Enschedeër praktisch al zijn tijd aan. We zijn hier bij Hackerspace Tucklab en Tucklab is eigenlijk een hobbyclub voor techneuten. En iedereen die hier komt, komt eigenlijk vooral voor zijn ontspanning en om leuke dingen te doen. Waarom nam je het initiatief voor Tucklab? Vandaag is net één dag na de 10-jarige bestaan. Dus we zijn 10 jaar geleden zijn we gestart en de aanleiding is eigenlijk dat er in het Westen een camping was waar ook een hackerspace stond, maar ook een fablab truc en een paar meer van dat soort gave initiatieven. En dan kwam ik weer terug in Enschede en dan dacht ik van ja, ik kan wachten tot iemand anders zoiets op gaat starten of ik kan er zelf opstarten. Je hebt je eigen bedrijf, Twenspace? Ja, dat is een 3D print service. Ja, en je kunt daar ook workshops volgen over hoe je laserkutten moet gebruiken of advies over 3D-printers krijgen. Dus dat is ook wel een beetje in het verlengde van wat we hier allemaal doen. Waardoor en wanneer raakte je geïnteresseerd voor de politiek? Ja, dat is eigenlijk in 2010 gebeurd toen de Piratenpartij dus begon in Nederland. Dus ze stonden eigenlijk al meteen bij mij op de radar. En ja, waar de Piratenpartij voor staat, het spreekt me heel erg aan en past heel goed bij mij. Dus open source vinden ze ook bijvoorbeeld belangrijk, vind ik ook belangrijk. Nou, privacy natuurlijk. Heel vooral met Lubach over de digitale vaardigheden van de Kamerleden, dat best wel onder de aandacht staat. Ja, dat zijn allemaal punten wat goed bij me aansluit. Dus hoe zou jij de Piratenpartij omschrijven? Als je eigenlijk in het geheel groot wil samenvatten, dan is eigenlijk dat het vooral opkomt voor de burgerrechten. En ja, dat leggen ze dan op verschillende manieren uit. En uiteindelijk zit daar ook een digitaal component aan. Maar ook vrijheid over je eigen lichaam. Of vrijheid of je wel of niet wiet rookt. Of dat soort dingen allemaal. Ja, het gaat allemaal over burgerrechten. En op die manier kun je... En dat is dan allemaal uitgeschreven in het programma van de Piratenpartij. 5 jaar geleden haalde je het nieuws als Pastafari, oftewel lid van de kerk van de vliegende spaghetti monster. Ja. Wat was het doel en ben je nog steeds lid? Het is meer een dikke vette knipoog naar hoe met geloof om wordt gegaan. En de Pastafari zegt van ja, als jij alle geloven gelijkwaardig wil behandelen, dan zou een hoofddeksel ook voor iedereen op de rijbewijs en dat soort dingen moeten komen. En de Pastafari is een beetje om aan te tonen van ja, hoe belachelijk eigenlijk die regels zijn. Dus als ik kijk van bijvoorbeeld dat vandaag de dag dat de kerk ook weer uitzondering heeft of mondkapjes en hoeveel mensen bij elkaar te komen. Ja, waarom is dat weer een uitzondering? Ja, dus als jij een regel hebt, moet die voor iedereen gelden. Niet voor een bepaalde groep wel en een bepaalde groep niet. Zie je daar ook een bepaald verwantschap mee naar de Piratenpartij? Toch wel dat je voor je eigen cursus moet maken en dat je je eigen en dat de rechten voor iedereen moet gelden, niet voor een bepaalde groep moet gelden. Dus als je het weer onder de burgerrechten schaadt, ja, dan past dat wel weer prima daarbij. En dan 17 maart, denk je dat de Piratenpartij een kans maakt op een zetel? We hopen we natuurlijk van wel. Ik denk dat Lubach daar wel in geholpen heeft. Het nadeel van kleine partijen is dat je niet voor grote debatten wordt uitgenodigd. Of dat je gewoon heel moeilijk is om jezelf zichtbaar te maken. Dus ik hoop dat dit stukje daarbij helpt.